Nou, ik zit hier dus met Appie Alvarez, toch? Ja. Ja. En het gaat eigenlijk over de jeugd, de naoorlogse jeugd, laat ik het zo zeggen. Kinderen van ouders en grootouders die dus met de oorlog te maken hebben gehad. Ik wilde eigenlijk wel eens weten hoe zij daar eigenlijk in staan, wat zij daar nog van meegekregen hebben. Wat heb jij daar nog van meegekregen? Want jij bent geboren in? Ik ben in 1970 geboren. In 70 geboren? Ja. En je opa had in de verzet gezeten? Of in nee, de mijn moeder is in 1936 geboren. Ja. En mijn opa die is vanaf 1942 is die al in het concentratiekamp terechtgekomen. Ja. Ja. En heeft hij jouw verhalen verteld? Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Hij kon dat niet. Uiteindelijk is hij naar Auschwitz gegaan. Ja. Dat was in de jaren 80. En toen is hij eigenlijk gaan vertellen wat er is gebeurd. En, hij is naar Auschwitz gegaan om te kijken daar. Ja. En toen ja. kwam het los. Toen kwam het los, ja. En hij heeft ook een verhaal geschreven. En dat vertelt eigenlijk vanaf het begin van de oorlog tot het eind van de oorlog. En hij heeft ongeveer negen concentratiekampen heeft hij dus overleefd. Negen concentratiekampen overleefd, dat is heel was. Ja. Maar wat ik ook zo nieuws, ja, die verhalen vind ik ook prachtig, wil ik straks even horen. Maar het gaat mij ook even over, wat doet het onbewust met jullie als je grootouders en je moeder zoveel hebben meegemaakt. Is daar een spanning thuis? Ja, nou een spanning niet. Het is wel onbegrip. Want er werd eigenlijk na de oorlog niet meer gesproken over de oorlog. En dat was bij mijn moeder natuurlijk al zo. Zij is al in 36 geboren. Dus was eigenlijk nog best wel jong toen de oorlog voorbij was. En zij hebben er dus nooit meer over gesproken. Toen ik 9 jaar was, ongeveer 9 à 10 jaar. Toen ben ik op een toevallige manier te weten gekomen dat ik Joods was. Want je wist niet dat je Joods was? Ik wist dat allemaal niet. Nee. Ik werd totaal niet gesproken erover. Nee. Ik wist ook niet wat er met mijn moeder aan de hand was. En er was wat aan de hand. Maar was je moeder ook Joods? Ja, mijn moeder is ook Joods. En, ja, dan ben je Joods. Ja, dan ben je Joods natuurlijk. Dat gaat van je moeder, hè? Ja. Precies, ja, onzin vind ik, maar het is nou eenmaal zo. Maar mijn moeder die is toen op een gegeven moment heel vaak opgenomen geweest, maar ik wist niet nooit waarom. Maar toen zij, toen ik 10 was, toen, ja, het is een heel raar verhaal, maar ik ging naar school en ik zat vroeger op een Joodse school, maar later ging ik naar een gewone school en ik zag een hakenkruis op de muur. Een hakenkruis? Een hakenkruis. Ik wist niet wat dat betekende. Nee. En ik heb dat overgenomen met pen op mijn arm. Jij hebt dat gedaan, omdat je niet wist wat het was. Ik wist niet wat dat was. Ja. En ik ben naar huis toe gegaan en ik had dat dus op mijn arm staan. Een beetje hier op mijn hand, zeg maar. En mijn moeder zag dat. En ja, ze ging helemaal flippen. Ja. Maar ik wist nog niet waarom. Maar later, dat mijn moeder weer bij was gekomen, heeft zij verteld wat er aan de hand was. Proberen mij duidelijk te maken dat er mensen waren die ons pijn wilden doen vroeger. Nou, en dat was voor mij het moment dat ik ook een hekel kreeg aan Duitsers. Ja, ja. Want op een gegeven moment ging je oorlogsfilms kijken. Ja. De Holocaust kwam toen in die tijd ook nog op televisie. Ja. En toen begreep ik pas waarom mijn moeder steeds opgenomen werd. Want die trauma, die kon zij maar niet verwerken. Nee. Er werd vroeger ook niet door mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die moesten ook weer verder. Weet je, en uiteindelijk werd er door generaties naar mij toe werd er ook niet gecommuniceerd. Wat is er gebeurd? En toen ik in het tehuis kwam, werd er ook niet over gesproken. Maar uiteindelijk, als ik het goed begrijp, heeft die oorlog toch nog op de tweede, derde generatie doorgewerkt? Ja, dat gebeurt. Want ook mijn leven is anders gelopen dan het misschien zou moeten lopen. Kijk, dat zullen we nooit weten. Ja, omdat je moeder in het huis zat en heb je zelf ook in het huis gezeten? Ja, ik heb zelf regelmatig ben ik weg geweest. Maar jij hebt natuurlijk ook als vader ook een traumatische ervaring met je eigen zoon. Ja. En dat, wat deed dat met je? Op dat moment dat gebeurt, komt dan ook alles van het verleden terug? Hoe gaat zoiets? Nou, het contact tussen mijn zoon en ik was behoorlijk slecht. Ja. En, hoe oud was je zoon? 23. En wat is er gebeurd? Hij is neergestoken. Neergestoken? Ja, hij is neergestoken. Hij is op 31 december... kreeg ik om 2 uur een telefoontje dat hij was overleden.
verschrikkelijk. En ja, en je moeder. Ja, wat is daarmee? Hoe reageerde die daarop? Die weet niet eens dat ik een zoon heb. Nee, dat weet ze niet eens. Dus die is eigenlijk altijd al van de wereld geweest. Ja, die heeft dat niet eens door. De ene keer ben ik haar broer, de andere keer. Ja. Dus ja, die heeft dat, misschien is dat ook wel fijn. Dus je hebt eigenlijk ook nooit een moeder gehad? Nee. Mijn opa heeft 9 concentratiekampen overleefd. Een van is Berkenau, Vught, Amersfoort. Dat laat al zien hoe sterk die man was. Dat moet wel. Dat moet wel. Een van zijn verhalen was dan ook dat hij een... hij probeerde ook steeds zich te drukken, ja, hè, voor het werk. Ja. En op een of andere manier had hij zoveel geluk. Dus het was niet alleen een sterke man, maar ook met veel geluk. Ja, dat is ook een kwestie van sterkte en geluk. Ja, en dan vertelt hij wel eens van, ja, ik heb mensen proberen te redden en het is mislukt. Hij vertelde dan het verhaal dat hij een Pools mensen zag. En die hadden het hartstikke koud. En wat dacht hij? Ik ga mijn jas gooien over het hek heen. Ja. Dus hij gooide zijn jas, maar die bleef hangen. En die Poolse, een van die mensen, die pakt het. En toen werd hij geëlektrodiseerd. Aan het hek. Aan het hek. Ja. Dus dat zijn dingen die je natuurlijk in een concentratiekamp leert om niet te doen. Ja. Maar dat blijft wel altijd bij. Of dat hij iemand probeert te helpen met scheppen. Dat een oudere man, een dokter. En die man die kan dat niet meer. En die denkt, nou, ik ga je wel helpen. Ik maak dat gat wel. En uiteindelijk wordt die man weggetrokken. En die wordt neergeschoten. Omdat hij het niet meer aan kan. Ja, ja. Dus en dan had hij beter, weer het gevoel dat hij niet goed zijn best deed. Hij maar eigenlijk lijkt hij veel op hem. Ja, denk ik zo dat, wat ik nu hoor, zoals jij dat ook over denkt. Van, had ik dit maar gedaan, had ik dat maar gedaan. Maar ja, dat zijn dingen wat misschien ook niet geholpen had. Nee. Nee. Want ik denk dat het van generatie overgeslagen is. Ja. Dus van je opa en of je moeder en naar jou en naar de zoon. En ja, en, ja wat ik een vraag aan jou. Jij bent 47. 47. Je bent 47. Ja. Heb jij iets, kun jij de jeugd iets vertellen, iets meegeven van wat er eigenlijk moet gebeuren? Hoe we eigenlijk moeten doen? Want niemand weet het meer. Ja, ik denk niet dat ik speciaal de wijsheid in pacht heb. Nou, het hoeft geen wijsheid te zijn, maar iets wat je zelf, wat je zelf hebt meegemaakt misschien. Of dat je zegt van, want er zijn ook heel veel, onder de jeugd is er ook heel veel ruzie. Nou, ik denk zelf wel dat als je bij jeugd kijkt, dan vraag ik me wel eens af hoe het kan dat ze zo weinig weten. Want ik spreek wel eens jongeren. Of nou Marokkanen, Chinezen, Turken, Surinaams, Antillianen, ik spreek ze allemaal. Ja. Ja, en als het, soms praat je wel eens over het Joodse cultuur, weet je, en dan hoor je dus ook wel eens de kritiek naar Joodse mensen. Maar eigenlijk een kritiek die zo onterecht is, omdat iedereen is op zijn manier Joods. Ja. En net zoals ieder op zijn manier moslim of christen is. En ja, als ik dan vertel dat ik Jood ben, dan zit mensen van, hey, Jood, een donkere Jood. Ja, ja. Ik ben gewoon een Surinaamse Jood. En mijn vader is ook een Jood. En ja, en wat er in het oosten gebeurt, hè, veel oorlogen. Hè, en dan moet men beseffen, die haat die daar is, hè, en hierheen te halen, dat is de grootste fout die je kan maken. Want ik ben een goed voorbeeld daarvan, dat ik uiteindelijk veel generaties nog steeds problemen ermee heb gekregen. Dus haat, dat is een olievlek. Een olievlek, als je kijkt hoeveel generaties leed hebben. En ja, uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat mensen die elkaar zoveel haten, nooit gelukkig zullen zijn. Als je vraagt wat voor boodschap, denk ik niet dat er een boodschap is, is het denk ik meer een vraag. Ik denk, als je een boodschap of een vraag aan de jeugd hebt, wat voor toekomst wil je? Ja. Wil je een toekomst met haat? Ja. Of wil je een toekomst met liefde? Want iedereen klaagt over oorlog, ja, maar die kan je alleen maar doorbreken om
elkaar wat te gunnen en elkaar te begrijpen. Ja, ja. Als je aan de jeugd vraagt, wil je haat of liefde? Dan wil iedereen liefde. En dat is wat er niet gebeurt. Maar ja, dat kan alleen maar als je haat doorbreekt. Ja. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Is helemaal waar. Ik ben een beetje van onder indruk wat hij allemaal zegt. En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten met dit statement van Appie. Ik ben heel blij dat ik ook met... je bent dus de nieuwe dertiger, hè? Ja, de bijna vijftigers zijn de nieuwe dertigers. Dus. Dat zeggen ze, ja. Ja. Ja, wat ben ik dan, de nieuwe vijftiger of zo? Ja, absoluut. Ik ben de nieuwe vijftiger. Dus ik zou zeggen, oké. Oké, dankjewel. Mooi. Zo.